Vandaag in Bureau Brabant. Een overval en brandstichting in Graver. En een winkelier stikt bijna tijdens een overval. Op de avond voor Koningsdag, zondag 26 april, brandt het Palazzo Theater hier in Graven aan de Maasstraat volledig af. En het blijkt niet alleen om brandstichting te gaan. De eigenaar is overvallen door twee mannen en vastgebonden. Het theater was het culturele hart van Graven en de wijde omgeving. Na de brand was er van het interieur van het theater, maar ook van de woning erboven, weinig meer over. Wie had het op dit theater en de eigenaar voorzien? Dat is natuurlijk de grote vraag. De brandstichting en de overval op de avond voor Koningsdag staan niet op zichzelf. Want een kleine week daarvoor is de eigenaar ook al overvallen. En toen gingen de daders er met een klein geldbedrag vandoor. Om op zondagavond 26 april weer terug te komen. Dit keer wordt de eigenaar dus vastgebonden en het theater in brand gestoken. Zelf weet hij maar net op tijd uit het pand te komen. Het is een wonder dat de omliggende huizen en de kerk aan de brand zijn ontsnapt. Via deze achteringang zijn de mannen waarschijnlijk naar binnen gekomen. En van één van hen hebben we een compositietekening gemaakt. Dit is de man waarvan de eigenaar zeker weet dat hij bij de overval op dinsdagochtend 21 april was. En bij de overval tijdens Koningsnacht. Hij is blank, zo'n 40, 45 jaar, 1,80 meter lang en heeft een wat ingevallen gezicht. En opvallend, hij is kaal en droeg zijn rechterarm in een mitella. Als u een vermoeden heeft wie dit is of waar de politie hem kan vinden, laat het dan weten. De tweede overvaller is van Indonesische of misschien van Thaise afkomst. Hij is wat tenger, 1,70 meter ongeveer en heeft kort zwart haar. Nu moeten die daders voor de overval in de brandstichting hier wel in de buurt hebben rondgehangen. Twee mannen, een getinte en een blanke, kaal met een mitella. Dat moet opgevallen zijn. Dus als u zich daar nou iets van herinnert, neem dan contact met ons op. En dan is er natuurlijk nog de vraag, waarom moest het hele theater nou in brand? Elke tip in deze zaak is welkom. Over het wie, maar dus ook over het waarom. Het nummer van de tiplijn is 0800 60 70. Zonder uw naam te zeggen kunt u iets doorgeven via 0800.